Maar het viel jou niet tegen, heel eerlijk, de radio. Vond je leuk? Oh, hallo mensen, Keur in de Middag TV, Jim Bakken, we zijn er al. Ja, hey, hartstikke leuk. We hebben gelachen. We hebben echt gelachen. Je vond het sfeertje goed? Ik vond het sfeertje goed. Hoe is de sfeer bij jouw nieuwe werkgever? Hebben we daar beelden van? Ja, kijk, bij mijn shownieuws. Shownieuws. Hoe bevalt dat? Ja, dat is een heel leuk team om mee te werken. En het is leuk omdat het iedere dag anders is. Je hebt iedere dag ander nieuws. Mm-hmm. En af en toe is er een dag dat je denkt van, nou, is dit het qua nieuws? En af en toe heb je een dag van echt heet nieuws. Dat je denkt van, hé, dat is leuk om te brengen. Wat vindt jouw vrouw ervan? We hebben trouwens ook een foto, een prachtige vrouw. Mensen, kijk, ze hebben een schitterende foto. Zo. Ja, dat is mooi. Schitterend. Van shownieuws. Ja? Ja, dus hoe jij dat doet? Nou, dat vindt ze heel leuk. Die is super trots. Ja, weet je, tot een half jaar geleden wist ik niet eens dat ik echt kon studio presenteren, zeg maar. Nee, je maakt een mooi plaatje. Dus je doet het goed. Nou ja, dankjewel. Ja, op de foto ben je ook een goed plaatje. We hebben trouwens ook foto's van Jim. Nou, ik vind het toch... Nou moet je zeggen, bij Keur in de Middag houden wij liever van andere foto's van Jim. Die zijn er ook. Niet voor al de jonge kijkers. Kijk, hier zo. Zo. Nou. Ja, dat was een andere tijd. Dat andere tijd? Ja, nou, je bent nog steeds goed gebouwd, toch? Dus dat... Ja, ik ben nog steeds goed gebouwd. Dat is niks mis mee. Ja, nee. Nog steeds aan trainen ook over. Serieus? Ja, sportschool las ik inderdaad op je website. Ja, ik ben flink aan trainen, maar wel met een trainer. Want ik ben zelf niet naar een sportschool te slepen. Dus, maar goed, nee, Bettina vindt het superleuk. Shownieuws, die is ook trots op alles wat ik doe. Dus. Nou, terecht ook. Bettina, nu weer bij Tien. Die horen het allemaal in elkaar weer. Ja, zo gaan zitten. Mooi. Ja, we gaan. Okay. Wat jij bent met je vrouw ben je naar... sorry mensen, we zijn er weer. Keur in de Middag TV met Jim Bakken. En die drinkt niet, want hij is lekker met zijn figuur bezig. Dus we zitten aan het water, maar even zien de mensen. Zo. Ja. Want jij denkt dat het champagne is, maar het is gewoon water. Water? Ja. Maar het kost hier. Mm-hmm. Godsvermogen. Jij bent met je vrouw dus naar Cambodja geweest. Ik ben met het goede doel geweest. Ja. Wij zijn samen ambassadeur voor Stop Kindermisbruik. Ja. En om een beetje te... Want ik vind altijd een naam... Je kan heel makkelijk je naam verbinden aan een goed doel als bekende Nederlander zijn. En daar niks voor doen. En dan het lekker zo door laten kabbelen. Alleen wij wilden wel echt zien waarvoor we het deden, zeg maar. Dus wij zijn met de directrice van Stop Kindermisbruik en een vrijwilligster zijn we naar Cambodja geweest. Ja. Om te zien hoe daar de situatie is. En daar, weet je, het sowieso is het natuurlijk... een corrupt land je rijdt langs straten waar je gewoon ziet dat er pimps staan, dat zo noemen ze pooiers, die daar masseuses in dienst hebben. Maar het zijn eigenlijk gewoon seks. Ja, maar het erg is, die meisjes zijn, dat gaat van 8 tot 15 en dat is verschrikkelijk te zien. En wij hebben ook opvanghuizen gezien waar dus geredde kinderen zitten. Zijn daar beelden van, vroeg ik me eigenlijk af? Er zijn beelden van. Is al uitgezonden? We hebben tenminste de entertainmentprogramma's, shownieuws en RTL Boulevard, hebben daar aandacht aan geschonken toen. Maar staat op YouTube staat er ook een documentaire over die reis daarheen. Zullen we eens kijken? Ja. We gaan even kijken mensen. Jim en zijn vrouw in Cambodja. Oké, but if I start singing, you sing with me, right? Yes. Yeah. Oké. Okay. 3, 2, 1. Leave all wherever you... Okay, sing. Tonight in my dream, I see you, I feel you. There is I know you. Waarom ken ik het liedje? Go on. Ja, dat kan me voorstellen. Dat vormt je wel. Dat geeft je nog wel even een dingetje. Nou, wat zit je nou te lachen? Dat is toch afschuwelijke beelden? misschien moet ik het even uitleggen. We hebben natuurlijk maar een hele kleine studio hier. Wij zien niet daadwerkelijk de beelden. Dat spreken we van tevoren even door. Maar toch? Je doet wel goed alsof. Ja, afschuwelijke beelden. Ja. Dus, maar soms hebben we wel beelden, want we gaan even een beetje uppen nu. Dan zitten mensen in elkaar te kakken. Jij bent deze week, sta jij op de Troskompas. Daar hebben wij kijk, dit is de Troskompas van deze week. Nee, ja, kijk. Daar staat hij met Jim, met Jamai. Sta je samen op de Troskompas. Ja. Wat is daar de aanleiding van? Was die ook in Cambodja geweest?
Ja, Jermaine hebben we opgepikt uit Cambodja. Ja, die stond als een van die pimps. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, Jermaine is geweldig. Nee, die was een van die meisjes. Dat gaan we ook eens een keer vragen. Nee, ja, Jermaine. Heb jij zijn nummer? Leuk, gezellig. Ik heb zijn nummer. Sinds kort weer. Ik heb wel heel lang zijn nummer. Was je met hem gebrouilleerd? Nee, dat niet. Maar gewoon, hij had weer een nieuw nummer, dus die had ik. Ja? Maar dat wat heet dat nieuwe nummer? Nieuwe nummer van Jermaine. Hoe heet dat nummer? Step Right Up. Zo heet dat nummer. We gaan eerst even het filmpje maken, dan kunnen we er wel over praten. Ja. Maar goed, die gaan we uitnodigen. Waarom sta je op de Trossum pas met die? Nou, omdat het 10 jaar geleden is dat Idols was. En wij werden gevraagd om een fotoshoot te doen. Ja. Een interview daarover, hoe het de afgelopen 10 jaar is vergaan. En dat was heel gezellig, want wij hebben ook, dat staat ook in het blad, hebben we de foto van de Dam nagebootst. Dat, dat we zo op dat de balkon staan. Ja. En, en dat is best wel leuk geworden. Het enige is dat we nu verkeerd omstaan. Waar Jamai op de echte staat, sta ik nu in, dus dat is een beetje... Oh, maar verkeerd staan, daar weet Jamai natuurlijk alles van. Ik wil even met jou praten over het, dat las ik op je website, dat vind ik zo kwetsbaar, het M-lab. Ja. Daar moet je even iets over vertellen, dat is hartstikke leuk mensen, de site van Jim Bakken, bezoek hem, niet nu natuurlijk, na het filmpje. Ja. En dan ga je even kijken, want hij gaat een optreden doen in het M-lab. Nou, kun je het zelf even vertellen. Ja. Ik ga een intiem concertje geven daar in het M-Lab. Het is een mini-concertje, hè? Ja, echt. Want M-Lab is een werktheater. En dat is dus echt in zijn puurste vorm, waar ik van hou. Ja. En dat wordt met een hele kleine bezetting, alleen toetsen, gitaar en percussie. En dan zing je er ook nog bij dan? Want dan heb je handen wel vol, hè? Ja, ik zing erbij, ja. Ja, nee, ik maak geen grap. Oh, nee, maar je gitaar, percussie? Nee, muzikanten. Oh, wel met muzikanten? Ja, absoluut. Oh, want ik denk als je het allemaal tegelijk moet nee, doen. Nee, ja, kon ik het maar. Nou, dan nee, nee, nee. Nou, kom ik ook kijken natuurlijk. Ja, dat dus is een M-Lab. Ja. Oké, maar dat is leuk, want dan ga je dus voor de pauze gaat hij allemaal nummers zingen van zichzelf, van Jim zelf. Maar na de pauze, dat is juist zo leuk, gaat hij verzoeknummers spelen van mensen die dat nu, as we speak, online via je website kunnen aangeven welke nummers het moeten worden. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja, heel. Want ik heb in de afgelopen, het was weet je, gezien de afgelopen 10 jaar, kijk het op de afgelopen 10 jaar. Ik heb veel nummers gezongen, overal, nergens. Eigen nummers, covers, dingen. En ik dacht, weet je, laat hun maar kiezen. We gaan weer naar een tv-fragment van jou, want we gaan even lachen, dan kakken we natuurlijk in. Ja, je hebt nog een fragment hè, van de Saturday Night Live. Ja, nee, niet wel van de mensen van Saturday Night Live. Van de mensen. Kristen Wiig en Will Ferrell. Zij deden bij de afgelopen Golden Globes deden zij een nominatie bekendmaken, de winnaar bekendmaken. Ja. En zij deden dat zo op zo'n te gekke manier. Zij hebben zo'n gedetailleerde manier van humor. En dat en die, heb je Bridesmaids gezien? Ja. Ja, de. Ja, dat ben ik misschien heel, kom ik misschien heel simpel over, maar. Ja, helemaal niet. Dat is mijn humor. Ik gewoon in je broek schijten op straat in mijn bruidsjurk. Gewoon, ja, dat vind ik leuk. Nee, maar goed, humor is natuurlijk breed. Nu gaan we naar jouw fragment kijken. Ja, dit is op de Golden Globes van 2013. Ja, 2013 mensen. Yes. So it's only five films. It's only five films. Crazy. So you just watch them. You sit down, you pop them in, you watch them. It's not a big deal. Not a big deal. Oh my gosh. And these performances. Oh my gosh. These performances, the Emily Blunt, salmon fishing in the Yemen. Emily Blunt, always beautiful, always amazing. And when the salmon are coming out, when the bad guy comes, and the salmon's like, dat is. Is ook wel op de gier. Ja, ja. Het is wel erg leuk, heb ik niks gezien hoor. Maar wel erg leuk. Ja. Dat is toch leuk? Ja. Over leuk gesproken. Wij hebben natuurlijk bij Keurende Middag zijn we al bezig vanaf 4 augustus met allemaal grote namen. Wie zou jij nu leuk vinden als weekendgast binnenkort is bij ons? Voor jullie? Nee, voor jullie, ja. Zo, nou, vaar me weer mee. Ja. Denk er even over na. Want als jij thuis zit te kijken, en ik kan me heel goed voorstellen, dat de filmpjes worden natuurlijk door miljoenen mensen bekeken. Als jij bij jezelf denkt van, nou, ik zou wel een bepaalde gast, ik ben fan van die en die, laat het ons even weten. Hier in beeld zie je natuurlijk het adres wie jij als weekendgast zou willen hebben. Nou, nodigen we die binnenkort uit. Ondertussen ben ik nog aan het nadenken. Ben je nog steeds aan het nadenken? Nou, weet je wat het is? Kijk, ik vind heel veel mensen... Nou, wat voor gasten ben je op zoek? Want je bedoel... Nou, alleen maar A. Alleen maar A? Ja, want we blijven natuurlijk niet aan de gang, maar we moeten wel mensen van statuur zijn. Carlo is geweest al. Die is geweest. Ja. Ja.
Heb je Chantal al? Nou, dat is leuk. Ik heb twee nummers van Chantal Jansen. Die heb ik in de auto op weg naar de studio gebeld. En toen kreeg ik een hele zagrijnige oude man aan de lijn. Die zegt, wat wil ik niet? Dus dat is hem niet. Ja. Ik heb het nummer niet meer. Okay. Dus misschien moeten wij dus en Jamai en Chantal. Die nummers moet ik even van jou scoren. Dat is denk ik wel een leuke gast. Ja. Jij hebt natuurlijk een contract getekend nu bij SBS. Ja. Dat doe je nu het shownieuws. Maar ik las dat er ook meerdere programma's voor jou in de pen zitten. Ja. Stel nu dat jij die keuze had. Dat je zelf kunt zeggen tegen de baas van SBS, John de Mol. En zeg, luister, wat is het soort programma dat je zou willen doen? Nou, ik ga binnenkort een programma doen, Bekende Handen Helpen. Bekende Handen Helpen? Ja, dat is... Dat klinkt goed. Ja, dat klinkt... Jij hebt dan toch een hele bekende handen. Ik heb dus bekende handen. Misschien kan je mij een keer helpen. Nou ja, misschien kom je voor een programma. Maar waar ik heen ga zijn de daklozen. Dus, oh ja, nee, dat ben ik niet. Nee. Ik ga maatschappelijk werk doen daarvoor. En ik hou van oprechte, pure programma's. Okay. Waarin je met echte mensen te maken hebt. Waarin je gewoon wat losmaakt bij de mensen thuis. En, Nou, thuis, daklozen, kom je niet bij de mensen thuis natuurlijk. Nee, dat niet. Je hebt geen huis. Dat klopt. Maar moet ik me dan... Maar wat, ik ga zeg maar, wat we precies gaan doen weet ik nog niet. Maar dat we gaan iets doen met dat zij zeg maar... het is een soort opvangcentrum waar zij komen. En dan gaan we met ze op vakantie ergens heen. Okay. Maar de exacte details weet ik nog niet goed. Maar ik heb er wel heel veel zin in, omdat het wel iets is. Het wordt niet zo geprojecteerd op jezelf, zeg maar. Nee. Het gaat het onderwerp is zeg maar degene die jij met wie jij meeloopt. En dat vind ik heel leuk. En zijn die opnames binnenkort? Want als je een beetje zo naar je kijkt, ongeschoren en een petje en nou ja, je zou zo. Nee, ik bedoel niet zoveel. Nee, een beetje solidariteit. Maar is dat zo? Dan moet je je wel een beetje zo uitzien. Je kunt niet in een drie-trillen pak heel gesoigneerd daar binnenkomen. Je moet wel een beetje... Ik kan niet zoals Gerrit en Gordon met Bentley's aankomen. Nee. En, die gaan trouwens ook een nieuw programma doen. Daar kijk ik ook naar uit. Ja, die gaan samen wonen met weinig geld. Ja. Ja, maar we zitten nu voor jou hier. Dus ga je dan met die zwervers, stel ik me zo voor, ga je daarmee op straat leven? Nee. Het is ook een programma dat meerdere bekende handen gaan doen. Ja, ja. Je doet één aflevering natuurlijk gewoon. Ja, klopt. Ah, ja, ja, ja. Voor de rest, ik ben laatst van Shownews naar New York geweest. Daar heb ik mijn oud-collega Willemijn van Kijk van Wicked, die daar de première had geïnterviewd. En dat vind ik toch ook wel heel leuk. Maar ik kom elke keer uit op dingen waar ik niet het onderwerp in ben. Nou, dat is toch helemaal niet erg? Dus ik merk dat ik het leuk vind om anderen te interviewen. Ik vind het zo leuk dat je dit gaat doen, omdat... kijk, het shownieuws is gelikt, heb je een mooi pak aan, je bent met make-up en je haar is gedaan, noem het allemaal op. Weet je wel, het is een vrij gelikt programma. Mm-hmm. Terwijl op straat en met zwerver en op vakantie, dat is weer het ruwe. Dus je kunt twee kanten van jezelf laten zien. Ja, ik hou wel van een beetje rauwe programma's. Ook die programma's op de publieke omroep. Je zal het maar hebben. Dat soort dingen waarin je gewoon... echte mensen ziet. Die, mm-hmm. het is niet allemaal perfect. En, nee. Inderdaad, bij shownieuws is het allemaal perfect, want we zitten daar inderdaad gelikt, komt het woord weer. Het woord valt wel heel erg vaak. Het woord is al 6 keer gevallen vandaag. Vind ik, als het niet meer is. maar goed, dat contrast, dat zou ik graag willen zien, maar ik hoop dat ik die kansen bij SBS kan krijgen. Mooi. Nou, we zijn door de tijd heen. Natuurlijk, want we hebben natuurlijk maar 10 minuten voor het programma. Jammer. Ja, en ik heb nog wel een cadeau voor jou. Dat heb ik in mijn binnenzak, zou ik bijna vergeten. Even kijken. Ik hoop dat je het kan waarderen. We hebben een cadeautje gegeven aan... laatst ook in mijn even de naam ontschoten. Het was een klein ding. Oh ja, aan Frits Sissing. Een pot mayonaise, want die was... Mayonaise was het, jongens? Ja. Dat hier staat verslaafd aan. En ik dacht, misschien is dit voor jou leuk. Kijk, even laat even zien naar de mensen thuis. Kijk, wat zijn zoon heet namelijk Lux. Die ga je, want vanavond is jouw vrouw lekker met vriendinnen weg. Ja. Die gaat met vriendinnen eten, vertel je mij. Ga ik me inzepen echt tot ik erbij neerval met Lux. Nou, over helpende handen gesproken. Ik wil dat wel doen. Nieuw format, joh. Nieuw format. En die keur, zeep, Jim. Onder de douche. Nou, er worden meerdere afleveringen.
Dankjewel dat je er was. Keur een bak om onder de douche. Nou, ik hoor er een format in. Kom, we gaan naar John. We gaan naar John. Ja. Hey, leuk dat je er was. Blijf nog even lekker zitten. Ja, ik vond het leuk. Een dingetje. Ja, nee, ik blijf. Ja. Oké, okay, blijf. Goed zo. Dankjewel nogmaals. Dit was weer Keur in de Middag TV, mensen. En dat betekent altijd aan het einde van onze afleveringen van de TV-versie van dit programma. Einde voor altijd met liefde is alles. Mensen op straat, microfoon onder de snuffer. En wat is liefde voor u? Dit was de zondag en de zaterdag met Jim. Volgende week zijn we er met jongens. Met? Dat moeten we nog even opzoeken. Hot van de pers allemaal. Een lekker weekend en tot volgende week. Hoi. Nou, dat was toch hartstikke leuk? Dat was hartstikke leuk. Ja, dat vond ik nou ook. We lagen allebei wel met z'n tweeën in één bed. Maar hij aan zijn kant en ik aan mijn kant. De meeste mannen die dan eigenlijk echt homo zijn, hè? Of biseksueel of gewoon hetero, die ik ook meemaken. Die vinden het leuk om mij in een rokje te zien. Gender noemde u dat, hè? Ja, gender. Is het voor u dan daardoor makkelijker of moeilijker om een partner te vinden? Het is moeilijker. Waarom? Omdat, als ik het eerlijk mag zeggen, omdat de meeste mannen, die dan eigenlijk echt homo zijn, hè, of biseksueel of gewoon hetero, die ik ook meemaak, die vinden het leuk om mij in een rokje te zien, thuis, achter de televisie. Ik doe ook zingen, hè. Dat is een beetje entertainment, dat vind ik leuk, hè? Serieus? Ja, serieus. Ik ben al met basgitaar bezig, hè? Dat is prettig goed spelen. Nou, wat ik kwam op die vraag terug. Zij vinden dat leuk voor een nachtje, voor 2 of 3 dagen. Dan zeggen ze, nou leuk, je draagt cupjes of een rokje aan dan. Vinden ze spannend. Bent u ook bereid om te doen? Ja, dat doe ik ook. Dat doe ik gewoon. Als ik thuis ben ook, als ik van mijn werk kom. Dan kleed ik me heel anders aan en maak ik me mooi op, omdat ik dat leuk vind. U bent nu heel sportief gekleed, ja, dus maar... gewoon als een man. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar ik verberg het niet. Nee. Ik denk, moet je luisteren, ik heb heel veel vriendinnen, hè. Er zijn er een paar bij. Nou, die vinden mij prachtig. Maar ik wil geen relatie met ze, want ik heb niks aan ze. Ik heb niks aan ze. En hoe lang bent u nu zonder relatie? Nou, zeker 3 jaar. Dus dat is wel weer tijd? Ja, eigenlijk wel. Maar ja. Wat voor type man vindt u aantrekkelijk? Ik vind een type man aantrekkelijk. Het hoeft niet zo'n kerel te zijn. Weet je wel. Maar die spontaan en leuk is. Die openhartig is. Waar je een schouder hebt om tegenaan te leunen. Weet je wel. Waar je leuke gezellige dingen mee kan doen. Maar niet zeggen van... Nou, ik heb vandaag geen zin om met jou bijvoorbeeld naar Vroom en Dreesman te gaan. Of naar de HEMA of zo. Want dat willen ze niet. Nee, omdat ik me anders kleed. Dan moet je dat accepteren. Vind ik van wel. Niet buiten proportioneel. Dat hoef ik niet. Hey Arie, hè, dat hoeft helemaal niet. Weet je wel. Ik zoek eigenlijk een man, hè, die gewoon een beetje bij me past. Maar die me accepteert zoals ik ben. En als die man dan dat prettig vindt dat u zich s'avonds als vrouw kleedt en gedraagt. Dan is dat geen probleem. Nee, dan moet dat geen probleem zijn. Maar ja, dat is moeilijk te vinden. Doen gezaaid hoor. Maar kun je het op internet toch zoeken? Ja, maar internet, ja. Internetbankier is ook gevaarlijk, maar met dat soort dingen ook, hè. Wacht, ik moet je even hebben. Ja, maar dat is het zo. Ik hoop dat u snel een relatie vindt. Dat vind iemand die trouw aan u is. Dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Ik heb alle respect voor je. En ik voor u. Ja, nee, dat vind ik heel leuk.